Aan mijn linkerhand zit Haptamu de Hoop. Nou, jij werd vandaag, denk onbedoeld, het gesprek van de dag. Op alle nieuwssites stond je bovenaan en je reageerde gisteren op het plan van Hugo de Jonge... dat er, ik geloof, 18 miljoen moet worden vrijgemaakt voor de Friese taal. En daarop ging het gisteravond in het programma Vandaag Inside ook over jou. Dus het helpt ook bij het gebruik van de Nederlandse taal. Dus joh, we kunnen er zoveel mooie dingen mee... Die staan er uit zijn nek te lullen. Kijk, ja, echt. Kijk, wat nou dan? Als je nou iemand die in Friesland geboren heeft... die heeft het recht om daar zo over te praten. Ja, maar hij is geadopteerd, hè, door Friese ouders. Jawel, maar hij is toch geen Fries? Kom op, zeg. Hij spreekt het echt hartstikke goed. Hij spreekt het echt heel goed. Ja, ik ben toch ook geen Surinamer. Ik vind het... Nee. Ja, in Friesland geboren heeft, zoals Johan Derksen het al zei. Jij keek ook gisteravond. Ja, nee, ik had met Merel Ek die middag een item opgenomen... over inderdaad die 8 miljoen voor de Friese taal. Omdat ik daar zelf een paar moties voor in had gediend. Namelijk dat er ook een bachelor Fries is. Dus je kunt ook Fries studeren en nog een aantal voorstellen. En daar was ik heel blij mee. Dus ik dacht, nou, ik ga even kijken hoe dat item is geworden. En toen gebeurde dit. Ja. Wat vond je eigenlijk van die opmerking van Johan? Ja, ik vond het wel een bizarre uitspraak. Tegelijkertijd dacht ik, joh, ja, ik laat het ook maar even... Ik liet het een beetje aan me voorbij gaan. En pas de volgende ochtend, toen ook heel veel mensen mij appten... en toch wel lieten weten dat ze het wel heel heftig vonden... ben ik voor mezelf ook na gaan denken van... ja, wil ik hier nou iets mee of laat ik het lekker gaan? En toen dacht ik, ik moet gewoon op mijn eigen manier even reageren... en dan is het ook klaar met de flauwekul. Dan ga ik daarna weer lekker debatteren vandaag. Ja, en dat heb ik gedaan. Ja, zo even kijken hoe je dat hebt gedaan? Goed. Nou, Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een borkerij... In Wommels, opvoedend door 12 Friese orders, werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk en strontskepte. Want ik de minder leuke ding die jaren erbij op een Friese borkerij. En nu ben ik Kermelid, de jongste. Werd ik me inzet voor betelbare wenningen, het beste Iepenbier voor 4. Omdat ik het belangrijk vind om wat rond te doen voor de kansen die ik kreeg. En om heel eerlijk te wezen, hou ik net zo heel vol een tiert en zin in deze flauwekul. Dus als dat het goed vindt, dan ging ik wel lekker rondwerken. Hoi. Prachtige reactie. Top. Ja, top. Heel top. Mooi. Echt, ja, mooie reactie. Alleen, toch zit je hier wel. Ja. Dus je vond het toch niet voldoende, die reactie? Voor mezelf was dit wel voldoende. En ik had daarna ook gewoon een debat. Dus ik dacht ook, ja, nu is het even klaar. Maar voor mij gaat het wel om iets groters en iets fundamentelers. Namelijk dat heel veel mensen, ik denk ook met name sinds de verkiezingen nog meer... zich afvragen, hoor ik er wel bij? Mag ik nog wel Nederlander zijn? Mag ik wel Fries zijn? En ik laat mij niet vertellen door Johan Derksen of wie dan ook... dat ik Fries ben of niet. Maar er zijn wel heel veel mensen die misschien iets minder sterk in de schoenen staan... die niet Kamerlid zijn en wel wat gewend zijn... die zich dat echt afvragen op dit moment. En ik zou wel tegen al die mensen willen zeggen... laat je niet door iemand vertellen wie je bent, waar je thuis wordt... en hoe je je mag voelen. En ik vind het toch belangrijk om dat te zeggen. En als het over mezelf gaat, joh, ik red me wel... Maar als het over anderen gaat, ja, daar word ik wel neidig van. Ja, en ik vond het toch belangrijk om die boodschap mee te geven. Ja, je zit hier eigenlijk als volksvertegenwoordiger. Dus je vertegenwoordigt in die zin mensen die er misschien iets minder makkelijk mee om zouden kunnen gaan. Ja. Dominique, jij bent volgens mij... ik kijk ook bijna dagelijks wel naar het programma van die mannen. Jij denk ik ook wel vaak, geloof ik. Gisteravond keek ik ook. Gisteravond keek je ook. Wat vond jij ervan? Nou, ik kijk het programma vaak wel met de laptop op schoot. Dus ik ben vaak ook nog wat dingetjes aan het doen. Maar hier viel wel op van, hé, hier gebeurt iets. Dus ik heb even teruggespoeld wat gebeurde. En ik dacht ook, ja, Johan gaat hier... laat ik het vooropstellen, bij die eerste opmerking van... ja, dat is toch geen Fries. Ik denk dat, eerlijk gezegd, best wel veel mensen dat stiekem denken. Dat hoef je niet uit te spreken, maar daar moeten we ook onderkennen... en eerlijk over zijn, dat zou kunnen gebeuren. De tweede opmerking, die gaat alle perken erbuiten. Dan moet je Johan ook op aanspreken. Wat ik wel vond, is dat er gelijk ook wordt gebeld... en er worden tweets verstuurd van... moet je daar nog wel aanschuiven als journalist? Rutger van Poont, die schrijft ook regelmatig daar aan. Ik vind juist dat je daar moet aanschuiven als journalist. Want dan, Rutger, ik heb Rutger voor de uitzending nog even gesproken... die zei, ik had Johan erop aangesproken. Want het is niet normaal, dat moet je benoemen. Ik vind jouw reactie echt... Bijna voor de gouden Effie die verdien je voor. Dus het is een fenomenale reactie. Mark? Nou, ik ben het wel eens. Kijk, ik dacht, stel, je was een meisje uit Limburg geweest... en op 1-jarige leeftijd naar Friesland gegaan. Blauwe ogen, blond haar. Had Derksen dat niet gezegd? Nee. Dan was je daar dus wel getogen, maar niet geboren.
Dus het ging wel om zijn huidskleur. Ja, dus dat... het is full-blown racisme geweest. Zo moet je dat ook zien, hè? Ja. Zie jij het ook zo? Ja, zeker weten. Kijk, vanmiddag had ik een gesprek bij een supermarkt. Zomaar. Sollicitatiegesprek. met een dame en die zei tegen mij... maar Johan Derksen, dit is niks nieuws meer. Moeten we hier nog aandacht aan besteden? En ik vond het zo'n interessante uitspraak, omdat ik dacht... ja, we moeten hier zeker wel... Het is voor mij geen verrassing dat Johan dit zegt. Sterker nog, ik zou het gek vinden als hij een keer iets positiefs zou hebben gezegd. Dus ergens zit je er nogal bijna op te wachten... Maar wat ik wel heel erg belangrijk vind... is dat we met z'n allen op een gegeven moment een keertje gaan realiseren... dat wij hier op televisie dit soort gedrag normaliseren. En omdat dat kijkers thuis dus nu zelf zoiets hebben van... ja, dit is toch gewoon wat er gebeurt. En dat maakt mij een beetje verdrietig, ook af en toe bang. Want als ik erover nadenk dat een Albert Verlinde, die daar dus aan tafel zit... niet het gevoel heeft dat hij op dat moment daar iets van hoeft te zeggen... omdat het hem niet direct iets aangaat... dan denk ik, ja, maar wat zijn we dan met z'n allen aan het doen? Albert weet dat waar hij aanschuift. Albert weet, maar blijkbaar vindt hij het niet... ja, misschien is dat het, belangrijk genoeg om voor een zwarte man op te komen. Want, ze durven het niet te zeggen, hè? Maar dat ze een volle laag krijgen aan tafel. Ja, maar dat weet ik niet. Ik weet niet of ze het niet durven. Albert Verlinde is iemand met een hele grote mond. Die kan hartstikke goed zijn mond open trekken. Kun je het ook niet omdraaien en zeggen... als je ziet dat dit allemaal zoveel teweeg brengt... Hè? En we praten er hierover. Er is vandaag veel over getwitterd. Onze minister-president en anderen. Misschien moeten we even kijken. Ik zag de reactie van Mark Rutte. Kan jij dat voorlezen? Want jij spreekt deze taal. Ja, goeie reactie, hapt moeder hoop. En Johan, knoop dit in dien eren. Ja. heb jij moeten helpen of heeft hij dit op eigen beweging? Het verraste mij, sympathiek. Ja. Ja, er zijn veel mensen van links tot rechts... of het nou Harm Beertema van de PVV is of de minister-president... die hierop hebben gereageerd. Er is in zijn algemeenheid veel afkeuring over deze kwestie. Dat zou je toch ook optimisme kunnen geven? Ik bedoel, als er verder niet op gereageerd wordt, dan zou je denken... Ja, maar het is wel een soort van... We've been here before. We weten precies wat gaat gebeuren. Hij doet het morgen gewoon. Hij heeft al een reactie gegeven. Johan heeft al een reactie gegeven. Die heeft gezegd, tegenwoordig is alles racisme. Of vrouwenvriendelijk wat je zegt. Dit was gewoon wel racisme. Er zijn ook wel dingen bij hem die geen racisme zijn. Dat moet je ook durven zeggen. Maar dit was recht in het hart. Maar weet je wat het grappige is? Het verschuift iedere keer een klein beetje. De grens verschuift en het gaat steeds verder. En dan gaan we met z'n allen heel boos worden. Elk geval per keer bekijken, vind ik. Hoe kijk jij ernaar? Weet je, als het... Hoe kijk ik ernaar? Je zag hoe ik zelf reageerde. Eigenlijk is dat het voor mij ook wel. En ik vind het echt belangrijk om te benoemen... dat als mensen het gevoel hebben dat ze hier niet thuis horen... dat dat door een ander blijkbaar bepaald wordt, dat niet zo is. Dat jij zelf bepaalt wie je bent, wat je identiteit is. Ik ben trots om Fries te zijn, vind het hartstikke leuk. Spreek de taal graag, mijn hart lichter. En tegelijkertijd ben ik ook gewoon Kamerlid. Ik heb gewoon vandaag lekker de hele dag een debat gevoerd over de luchtvaart. Dat ik vind dat Schiphol eigenlijk een klein beetje moet krimpen. Gisteren lukt het om de woningmarkt wat meer te reguleren. Dus dat de huren niet nog verder omhoog schieten. Ja, dat zijn de dingen die ik leuk vind, waar ik mee bezig wil zijn. En helaas... kon ik eigenlijk niet anders vandaag dan op deze onzin te reageren. Ja. En ik wil ook weer gewoon lekker mijn werk doen. Moeten het ook niet te groot maken. Hè? Nee. Want ik ken Johan persoonlijk een beetje. Johan is geen racist. Nee. Dat wil ik echt wel even hierbij... Maar wat is een racist? Ja, ik vind dat ook altijd zo'n ding. Denk ik, je mag racistische uitspraken doen, maar je bent geen racist. Het is, niemand vindt het leuk om uitgemaakt te worden voor racist. Nee. Maar op het moment dat het klinkt als een racist... is het dan niet gewoon een racist? Maar misschien... Je kan ook een fout maken. En dan kan je zeggen, het zijn vaker uitschrijders. Ja, dan moet je hem ook op aanspreken. Als je gaat lopen roepen van, je moet daar niet meer aanschuiven... dat vind ik van het niveau, we gaan adverteerders bellen... dat ze niet meer aan zich aan het programma moeten leren. Ja. Ik vind dat vind ik weer een stap te ver gaan. Het feit dat we hier nu met z'n allen over praten, dat jij hier nu zit... Maar waar ligt de grens? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we die telkens weer moeten bepalen. Ja, ik ben bang dat we die opschuiven. Wat natuurlijk ook wel van belang is vaak, is dat degene... over wie het gaat, ook een beetje de grens aangeeft. Hè? In dit geval, sorry, ben jij dat ook? Nou, dat heb je gedaan. Je hebt gezegd wat je ervan wilde zeggen. Er zijn er inderdaad opmerkingen. Jij zei het net van mensen die zeiden... je moet daar niet meer aanschuiven. Vind jij dat je daar niet meer zou moeten aanschuiven als politicus?
Dat is iedereen zijn eigen overweging. Er kijken ontzettend veel mensen naar. Ik heb ook best vaak naar gekeken. Ik vind het vooral leuk als het over voetbal gaat, moet ik eerlijk zeggen. De rest vind ik wat minder spannend en leuk. Of spannend wel, maar minder leuk. Dat is gewoon een overweging van iedereen zelf. Dus ik zou dat niet in algemene zin willen zeggen. De route van zo'n rel loopt namelijk ook wel altijd een beetje hetzelfde. Ja. Het begint met een grensoverschrijdende opmerking of een racistische opmerking of wat dan ook. Daarna is er veel ophef. Daarna zegt iemand, je moet er niet aanschuiven. Daarna zegt iemand, je moet er niet omheen adverteren. Dat heeft Tim Hofman nu ook al gedaan met Boos. Van, je moet daar niet meer adverteren. En dan, hoe ziek is dat? Dat is toch ziek? Zeggen zij dat ze gecanceld worden en morgen is het weer over. Ja. Ik wil heel graag eindigen met een klein fragment. Ik heb het 3 keer gezien en ik vond alle 3 keer hetzelfde fragment heel mooi. Het begin van jouw maiden speech. De eerste speech die je doet als je in de Tweede Kamer bent. Mm. Als jongste Kamerlid ooit. Waarin je jezelf even heel kort neerzet. Okay. Toen ik 4 weken oud was, werd ik door mijn biologische moeder te vondeling gelegd in een cafeetje in Addis Ababa. 2 politieagenten brachten mij bij het dichtstbijzijnde weeshuis in die stad. Een paar maanden later werd ik geadopteerd door mijn Friese hoite mem. Wie mij op deze wereld heeft gezet, dat is voor mij onbekend. Maar wie mij de liefdevolle opvoeding hebben gegeven, waardoor dat ik vandaag op deze plek kan staan, daar bestaat geen enkele twijfel over. En ik ga je zeggen, we gaan nog heel veel van deze jongen horen. Het is heel ontroerend. Absoluut. Mag ik daar nog 1 ding over zeggen, Jeroen? Ja. Want het lijkt nu net alsof ik heel vaak gediscrimineerd word. Ik ben opgegroeid in Friesland, in een omgeving waar mensen mij altijd lief hebben gehad. Ik had de beste voetbaltrainer van het dorp, de liefste ouders, de beste leraren. Die hebben mij kansen gegeven. En het feit dat ik in de politiek zit, is pure wederkerigheid, omdat ik iets terug wil doen. En los van wat Johan Derksen of welke idioot ook maar zegt, dat ga ik lekker doen de komende tijd. Dank je wel. Goed.